Oh, ik draai al. Wauw. Een hele goede middag en welkom bij alweer een nieuwe vlog. Het is weer even een tijdje geleden, denk ik een week of twee terug, voor mijn laatste vlog toen ik met Naomi naar Newcastle ging. En vandaag hebben we weer een leuke dag, dus ik dacht ik leg het weer vast voor de mensen, voor jullie thuis. En vandaag ga ik samen met Naomi en haar vader en met Dave, die jullie hebben gezien bij de vlog met My Fair Lady. Hoi! Gaan wij naar een musical kijken van wat vrienden van ons. Die spelen in de musical K-Now. Straks gaan we daar alles over vertellen wat dat precies inhoudt. En daar hebben we heel veel zin in, dat is vanavond. En het is nu bijna 2:15 en rond een uurtje of 5 heb ik bij Naomi afgesproken. En gaan we vanavond gezellig naar een musical toe. En tot die tijd vermaak ik mij even lekker thuis. Met FIFA! Ik ga nog even lekker gamen en dan zie ik jullie straks. Ciao. Familie, zak voor geweten. En na FIFA, even relaxen in mijn bedje. Ik heb allemaal vragen gegeven. En even flikker op de hand kijken. Dat ze eergisteren gevochten. In de ring. Ze heeft de bezweer niet gekozen. Ik ben een enorm fan van Flikker Maastricht, maar Flikker op de Dam is ook erg leuk moet ik zeggen. Trusting you to show me how to let go and let you have it all. I see my face and we be right. My hope for you was all I want to as I revolve. Dus we zitten op onze plek. Ja. Bij K-Now. Oh, je vlogt vandaag. Ja. Oh. Yeah. Kan jij vertellen waar K-Now over gaat? K-Now gaat over een jongen die zijn mobiel uit moet zetten omdat hij gaat vloggen vandaag uit niet. Korte voorstelling dan. Volgens mij zijn we naar huis, maar wij zitten hier. We zitten hier. Karel! We zitten hier. Nee, zin in? Ja, best wel. Maar spannend, hè? Ja, ik denk het wel, ja. Het gaat best spannend worden, denk ik. Oké, nou, dat staat toch ergens voor? Wordt iets van strenge vrouw of zo? Dacht ik. Als jij dat zegt. Ja, dat dacht ik. Weet het. Ik weet het ook. Nou, veel plezier. Doei. Zo. Zo, het is pauze. En het is een pittig stuk. Dat is Naomi, die is ziek, die staat hoesten, dus ik zal haar niet in beeld brengen. Maar dan moet Spaans ik... plankje! Plankje! Maar het is een mooie voorstelling, leuke voorstelling, het is een mooie voorstelling. Hé, hey, mijn drank, dankjewel, helemaal goed, top. Oh, ja, ik moet even proosten. Ja, proost. 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 Oké. Okay. Nee, te laat. Oeh. Heftig. Maar, wat een gek huis weer. Dus, het speelt zich af in Haarlem, 1572. Het gaat over K-Now. En, ik zal er straks alles uitleggen. Zo, dan gaan we naar het tweede deel. Zo, een hele goede morgen. Gisteravond ben ik dus bij de musical K-Now geweest. En dat was echt te gek. Echt een hele bijzondere voorstelling. En jullie hebben nog te goed dat ik zou vertellen waar het over gaat. En daar ben ik gisteravond niet meer aan toegekomen. Want we waren zo laat terug en we waren zo moe. Dat het geen schappelijke tijd meer was ook om nog een leuke filmpje op te nemen. Dus doe ik het nu. Het is een musical van het Nationaal Jeugd Musical Theater. En die hebben dus gisteren en vanavond spelen ze een K-Now. En het is een enorme cast, dus die zal ik jullie besparen.
Maar ik kan jullie natuurlijk wel even vertellen waar het verhaal over ging. Het speelde zich af, ik zei het gisteren al een klein beetje, het speelde zich af in Haarlem in 1572. Keno, Simons dochter, Hazelaar, is een lompe, agressieve vrouw met een slechte reputatie. Die constant iedereen aanklaagt die haar in de weg zit. Haar drie dochters en zoon gaan hun eigen weg. En haar gezin wordt, net als de rest van Haarlem, verscheurd door verschillende geloofsovertuigingen, angst en woede. Als het uiteindelijk tot een opstand komt, is Keno net een dochter verloren en is ze blind van woede en verdriet. De vrouw die de muren opgaat, heeft evenveel geliefde in de hemel als op aarde. Dus het kan haar niet schelen of ze dood is of levend. En dat maakt haar levensgevaarlijk. We volgen haar en haar vrouwen gedurende het beleg van Haarlem. Broodbeleg. Tot de noodlottige dag waarop de opstand eindigt en de Spanjaarden overwinnen. De musical Keno legt alles bloot wat ook de huidige maatschappij nu bezighoudt. Racisme, emancipatie, extremistische geloofsovertuigingen, de dreiging van de oorlog, falende leiders, rouw, trots en wanhoop. Als je een vrouw bent, mag je dit niet missen. Als je een man bent, ook niet. Ja, dit is echt te gek. Dat is echt een fantastische voorstelling. Alles zat erin. Er zat haat in. Nou, het staat hier natuurlijk allemaal in. Haat, woede, liefde, angst. Blijheid, vrolijkheid. Noem het allemaal maar op. Alles. Gevechten. Zoenscènes. Goede muziek. Hele goede muziek. Goed gezongen ook. Goede spel. Daar mogen ze erg tevreden over zijn. Kortom, het was gewoon een prachtig voorstelling met een heel sterk verhaal, een heel goed verhaal. En als ik het een cijfer zou moeten geven, dan is dit zeker een dikke 8 waard. Ik denk dat er heel veel voorstellingen zijn die hun borst nat kunnen maken voor het niveau als waar deze voorstelling zich op bevindt. Want dit is echt heel hoog niveau. En dan weet ik ook dat degene die de regie doet, de tekst en de muziek, die is ook van een heel hoog niveau. En als je bij haar in een voorstelling weet te komen als acteur, dan ben je goed op weg. En ze mogen trots zijn met wat ze hier hebben neergezet. Ik geef het een dikke 8. Zo, dan sluit ik ook meteen de vlog af voor deze keer. Hopelijk hebben jullie er een beetje van genoten. Ik heb natuurlijk niet heel veel van de voorstelling kunnen laten zien, maar alles eromheen heb ik redelijk in beeld kunnen brengen. Like dit filmpje. Laat een leuke reactie achter. En ik ben heel snel weer bij jullie terug met een nieuwe leuke vlog. Ciao! Wij gaan een film kijken. En lekker eten. Sushi. Sometimes I call my hair and sometimes I won't.